Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En je ziet hier al een mooie ondergrond voor me. Misschien een bekende, want ik heb hier al zo'n video mee opgemaakt. Toen was het een best wel simpele video, maar wel heel erg leuk. Ik zal hem even linken. Maar vandaag gaan we een iets apartere versie maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En alle leuke winacties. En dan gaan we gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het compleet pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het ook naartoe moet, het komt gewoon naar je toe. Het is geen probleem. Extra makkelijk in deze tijd. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het dan op Facebook, Instagram of laat een review achter op Google. Dan doe je automatisch mee met een winactie waarbij je elke maand kans maakt op een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Hoe leuk is dat? Goed, we gaan nou gaan aan de slag. Zoals ik al zei, is het misschien een bekende ondergrond. Ik heb dus al eerder een video meegemaakt en vandaag gaan we een apartere video mee maken. We gaan er zo even oase in doen, maar voordat we dat gaan doen, gaan we vast strikjes maken. De Aspidista strikjes, ik weet niet of jullie hem al nog herkennen, maar daar staat ook een video van online. Een van de eerste video's die ik online heb gezet. Je scheurt het blad dus doormidden, dan maak je een slag met de Aspidista. Die leg je tegenaan, hou je met de ene duim vast. Dat doe je met de andere alleen de andere kant langs. Dan heb je dus al het strikje. Pak je even een ijzerdraadje en daarmee zet je hem vast. Je trekt hem er omheen en de onderkant buig je om elkaar heen. Wil je dit nou echt vaker oefenen, ga dan even naar die video. Ik zal alles in de beschrijving zetten. En als het kan, zal ik ook eventjes de video linken hierboven. En dit doe ik dus met 3 strikjes. Maak je het net wat aparter. Goed, die hebben we alvast klaar. Ik zie dat mijn oase is volgelopen met water, dus we kunnen gaan beginnen. Wat belangrijk is als je het oase nat maakt, doe dit nooit onder de kraan. Laat het gewoon rustig volzuigen in het water, zodat er geen luchtbelletjes in komen. Niet onderduwen, dat is belangrijk. Ik heb de oase dus helemaal vol laten zuigen. Zet het goed vol met water. Ik kijk even hoe lang of hoe hoog die moet. Normaal gesproken bij bloemstuk zou ik hem een stukje bovenuit laten. Maar dat doe ik met dit bloemstuk niet. Je doet hem dus ongeveer door midden. En je zet de oase helemaal vast. Dus staat hij niet helemaal goed vast. Dan pak je even nog een blok oase waar je mee hem goed vastzet. Het voordeel van deze box is dat hij speciaal geschikt is om te bloemschikken. En hij is helemaal waterdicht. Er zit een plastic bakje in. En als je hem goed gevuld hebt, gaan we beginnen met het opvullen van de bloemen. We hebben dus net al de Aspidistra stikjes gemaakt. En deze gaan we op 3 plekken vullen, zodat we al een mooie basis hebben. Ik knip ze nu eventjes af, omdat je met het ijzerdraad zit. Pas op dat je niet met je snoeischaar knipt, want het is echt heel gevaarlijk. Het is heel slecht voor je snoeischaar. En zoals je ziet heb ik dan al op 3 verschillende plekken de oase al heel mooi bedekt. We gaan vandaag werken met hoogteverschillen. We maken het bloemstuk dus spannender. Ik zet in het midden een kangoeroepoot. En deze heb ik dus al mooi schuin aangesneden. Dat is altijd heel belangrijk bij de bloemen. Schuin aansnijden. Dan heb ik lysianthus. En als hij zijtakken heeft, mag je hem op verschillende plekken uit elkaar halen. En die zet ik er rondomheen. Net iets lager dan de kangoeroepoot. Dus je maakt echt mooi hoogte. Ik snij weer schuin aan. Steek hem er mooi diep in weg. Dit doe ik dus rondom de kangoeroepoot heen. En je ziet al wat het mooi doet. Ik steek hem nu op in de bordeauxrode bak. Maar je kan hem dus ook in het goud of in het brons bestellen. Dat vergeet ik haast net te vertellen. Maar je kan hem dus in 3 kleuren bestellen, zolang de voorraad strekt natuurlijk. Goud, brons en bordeaux rood. Alle 3 zijn dus echt super mooi. En alle 3 zouden ze heel mooi in mijn huis passen. Maar vandaag maak ik dus de bordeaux rode op. Dan heb ik een mooi tros anjetje.
Ook deze verwerk ik in de hoogte. Als je wat lagere of kleinere takjes hebt, kun je die gewoon aan de zijkant erbij steken. Want omdat je toch met hoogteverschillen werkt, geeft dat een mooi effect. En dan heb ik mooie roosjes. En die verwerk ik wel wat hoger, maar niet zo hoog als de rest. Dus ik zet hem iets lager. En die zet ik ongeveer op drie verschillende plekken. Net in het halsje, laten we zeggen, van de aspidistra. En dat doe ik aan alle kanten. Zo hou je mooi de verdeling goed. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je de aspidistra mooi rond hebt geschikt. En je ziet al dat het een stuk mooi spannend wordt door de bloemen. Let goed op dat bloemen niet in de verdrukking komen als je op verschillende hoogtes werkt. Dus dat alle bloemen een mooi plekje krijgen in je stuk vind ik altijd heel belangrijk. Om het bloemstuk iets speelser te maken gebruiken we limonium. En zoals je ziet schik ik elke keer echt omhoog. Dus ik hou het echt binnen de cirkel van de box. En dit verdeel ik ook weer rondomheen en dan weer net wat korter. Zodat we heel mooi die hoogteverschillen krijgen en de box mooi beginnen te vullen. Het fijne past er ook mooi bij. Dan heb ik mooie paarse lisianthus. En ook deze verwerk ik stuk voor stuk, maar wel weer wat korter. Dus deze verdeel ik er juist onderin. Zodat hij onderin ook mooi gevuld raakt. En deze verdeel ik er rondomheen, afhankelijk van hoeveel bloemen jouw lisianthus heeft. Verdeel ik deze. Dan heb ik nog een mooie distel. En deze zet ik er net weer tussen, zodat je die verbinding maakt tussen die bloemen. Dan verwerk ik onderin ook nog wat roze lisianthus ertussen. En de knopjes steek ik er wat langer tussen, zonder om die te gebruiken. Dus mocht je net een knopje hebben of... Maar zorg dus dat je de verbinding tussen je bloemstuk houdt, dus dat je van hoog naar laag werkt. En dat geen bloem in de verdrukking komt. Dan heb ik mooie statiezen en deze mag voor mij nog wel net iets hoger in het stuk. En deze verwerk ik op verschillende hoogtes. Dus waar ik nog een gaatje heb, stop ik deze tussen. En ik kijk even op welke hoogte deze moet komen om die verbinding te houden, maar ook het speelse. Maar let op dat je dus niet te veel gaat proppen in het stuk, maar dat het juist heel mooi luchtig blijft. Zodat het een beetje een veldidee krijgt. En we blijven dus in de hoogte schikken. Dus we gaan niet te veel naar de buitenkant. Blijf dus binnen de box. En ik verdeel mijn tak er gewoon rondomheen. Mocht je nog gaatjes hebben, kan je die opvullen met de overgebleven bloemen. Deze kun je dan ook gewoon kort verwerken. Maar doordat we die baas al hebben gemaakt met de aspidistra strikjes, heb je al een heel mooi effect gecreëerd, maar kun je het stuk wel luchtig houden. Ik kijk dus nog even goed of alles goed in verbinding staat, dat het mooi in verhouding is. Het is dus een bloemstuk geworden wat echt aan alle kanten mooi is. En wat een heel speels effect heeft door de manier van schikken en het luchtige in het stuk. En door het echt te verwerken op de manier zoals ik vandaag vertelde. Daarnaast kun je de box na de tijd nog weer gebruiken. Er zit een mooi deksel bij, dus je kan hem ook later als hoedendoos weer gewoon gebruiken. En er zit dus plastic in waardoor die 100% waterdicht is. Dus echt superleuk.
Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Je kan hem dus bestellen in de bordeauxkleurige hoedendoos, de gouden en de bronzen. Zolang de voorraad strekt, want op is op, geldt voor dit pakket. Dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Hebben jullie weer zin in een leuke winactie? Laat dan vooral weten wat jullie leuk vinden om te winnen. Door even een reactie achter te laten. Dan weet ik wat jullie leuk vinden. En dan hoop ik dat jullie weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer dus gratis. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!